Welkom allemaal in Piratenland. We staan hier vandaag weer op mijn prachtige bootje. En we zijn weer terug in Content Veen. In de vorige video heb ik daar het fort van Rick Force, oftewel Piraat Kirk, heb ik afgebouwd. Hebben we hem verder gebouwd. Er moet nog veel aan gedaan worden, maar we zijn al wel blij met hoe het er nu uitziet. En in de vorige video is mijn prachtige boot in beslag genomen. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ze hebben boeien neergeplaatst en, als we even die kant op zwemmen. Hier, dan gaan we even hier omhoog. Hoppakee, wacht. Kunnen we met mijn trident, kunnen we dat mooi doen. Zo, hoppakee. Zoals je kan zien, jongens, is er een heftig gevecht gaande op mijn boot. Mijn stuurvrouw of de stuurman, weet ik hoe je het wil noemen, is gehandboeid volgens mij. En ze hebben stokken vast. Zij daar is ook helemaal... Ik weet niet wat er gaande is, jongens, op mijn schip. Kijk dit dan. Kijk wat ze aan het doen zijn met mijn piraten op mijn schip. En dat doet het allemaal de DBE, jongens. De DBE van het grote zwarte gebouw daar. Maar goed, ik kon het daar natuurlijk niet bij laten. Dus ik heb in de vorige video een boze brief achtergelaten. Jullie hebben mijn piratenschip in beslag genomen. Dit zal niet zonder consequenties gaan. Ik verwacht mijn piratenschip terug binnen 5 dagen... met gloednieuwe zeilen en een schoon dek. Doen jullie dit niet, dan zal Piratenland officieel al zijn kanonskogels uit de kast trekken en deze afvuren op de DBE. Genade zal niet worden getoond. Groet, kapitein. Nou, weet je wat de signer hem ook nog is? 5 dagen noemen we hem. 5 dagen, hoppakee. Dan stoppen we hem in de brievenbus van de DBE. Goed, die brief heb ik natuurlijk hier achtergelaten. Althans, die heb ik bij de DBE achtergelaten. Maar ik heb gehoord dat ik reactie heb op mijn nieuwe schip daar. Dus laten we even roep, op die kant op vliegen. Zo. En... bom! Ja! Daar zou je hem hebben, jongens. Een boek en quill op een lectern. Geachte kapitein Knalnut. Wij schrijven dit naar aanleiding van uw bericht aan de DBE. We zijn bereid om uw schip in gevraagde staat vrij te geven. Maar dit doen we niet zomaar. Dus we zijn bereid om mijn schip terug te geven met een schoon dek en nieuwe zeilen. Althans, dat hebben ze gezegd. In ruil hiervoor willen wij dat de DBE Outpost weer tot onze beschikking komt. Ook willen wij een vergunning voor het uitbreiden van het gebouw. Hoe dan ook zal dit gebied onder meer toezicht komen te staan van de DBE. Mocht u hiermee akkoord gaan, hijst dan een blauwe vlag bovenop uw nieuwe schip. Wilt u verder met ons onderhandelen? Zien wij graag een oranje vlag. Ondertekend DBE. Dat meen je, jongens. Ik heb een paar video's geleden, als we hier heel even, hoppakee, omhoog gaan. Een paar video's geleden heb ik hier het DBE Outpost gebouw gesloten. En zo te zien was er heel wat hijsa voor. En ze willen dit gebouw terug. En ze willen ook een vergunning om hem uit te breiden. En met uitbreiding denk ik dat ze hier bewijs van nog een gebouw willen maken. En dat dan willen aansluiten of zo. Of hem groter willen maken. Weet je, ze zeiden blauwe vlag of groene vlag als ik akkoord ga. En oranje als ik wil onderhandelen. Kijk, het ding is, ik wil mijn schip wel terug. En ik ben een beetje... Ja, ik heb trouwens Rick en ik heb Justin. Maar als we dit onderhandelend kunnen doen, wil ik dat ook wel doen. Dus ik ben wel even benieuwd. Ik ga wel een oranje vlag hijsen. Maar het ding is, ik heb nog helemaal geen masten om vlaggen op te hijsen. Dus ze kunnen wel leuk zeggen, hijs de oranje vlag. Maar aan wat? Mijn schip heeft helemaal nog geen vlaggen. Ik heb dat schip natuurlijk, maar dat is een veel te klein schip. En dit schip is officieel groter dan het schip wat nu is overgenomen. Dus wat we kunnen doen, is dit schip gewoon eindelijk een keertje afbouwen. En dan even een oranje vlag erbovenop ploppen. Dan hijsen we de oranje vlag. En dan laten we even zien wie de betere piraten zijn. Dus dames, heren, jongens, meisjes, appels en peren. Ik denk dat het tijd is om onze boot af te bouwen. Er zat een bubbel in mijn keel, sorry. Dat betekent 1, 2, 3 masten. Heel wat zeilen. En ik denk dat ik deze keer met witte zeilen ga werken. Ik heb natuurlijk al 2 keer de zwarte zeilen gebruikt. Maar nu moeten we ook een beetje verandering erin brengen. Dus witte zeilen. En ik wil het niet zoals daar doen. Die zeilen zijn natuurlijk omhoog gezet. Maar ik wil deze zeilen wil ik daadwerkelijk gewoon uitklappen. Alsof dit schip elk moment gaat uitvaren. Interieur gaan we dan nog niet doen. Want dat gaat te veel werk zijn. Maar ik moet wel even een keertje die masten en zeilen af hebben. Dus je hoort de muziek natuurlijk al opkomen. Het is tijd voor een prachtig nieuwe timelapse. In tussentijd zal ik even kijken of ik een leuke naam kan bedenken voor deze boot. Heb jij een leukere naam? Laat dan nu in de reacties weten. En als je toch bezig bent, like even de video en abonneer. Veel plezier met kijken!
we zijn terug naar een timelapse en ik ben zo ontzettend trots op dit piratenschip. Als je het vergelijkt met de smalle knallen die we hier hebben, die nog steeds natuurlijk in beslag is genomen door de DBE. Dit schip is dun, die heeft niet echt heel veel details. Ja, hij heeft wel veel details, maar de zeilen zijn in en weet ik wat allemaal. En dit schip hier, jongens, kijk wat een monster dit schip is. Laten we even die kant langzaam op... Oeh, ik heb mijn schoen niet aan. Ik dacht even dat ik dood ging. Nou, laten we mijn schoentjes aandoen. Laten we even langzaam die kant oplopen. En dan kan ik jullie even laten zien wat we allemaal gedaan hebben. En wat voor keuzes ik heb gemaakt met dit schip. Maar zoals je eigenlijk al vanaf hier kan zien, jongens. Het is echt daadwerkelijk een monster. Laten we even op deze boot stappen. Kijk dit dan. Oh, ik vind dit zo'n leuk schip. Ik heb uiteindelijk gekozen, zoals ik al zei, voor witte zeilen. Maar ik wilde de zeilen niet gewoon simpel wit hebben. Dus ik heb voor een soort, ja, van donker naar licht contrast gezorgd. Dus het begint redelijk donker daaronder en boven eindigt het heel licht. En, zoals je misschien ziet, zit er niet alleen wol in, maar er zitten ook steenblokken in de zeilen verwerkt. Dat puur voor de kleur, weet je? Het ziet er gewoon mooier uit dan alleen maar met wol. Als we dan ook eventjes het schip opgaan, dat kunnen we nu alleen nog maar met mijn trident doen. Zo, hoppakee, kunnen we langzaam omhoog hier. Hoppakee. Er zijn natuurlijk weer drie grote zeilen. Je hebt het achterste zeil, je hebt het middelste zeil en je hebt het voorste zeil. Je hebt hier ook nog een soort doek aan de voorkant, dat is voor het sturen helpt dat allemaal. En nogmaals ook voor de snelheid. En de zeilen staan allemaal diagonaal naar links, waardoor het lijkt alsof de wind, dat zie je vooral, kijk, dat kan ik vooral vanaf hier laten zien. Kijk, je kan vanaf hier kan je heel goed zien dat de wind vooral vanaf rechts komt. Het is alsof de wind een beetje daar vandaan komt, die zeg maar zo woep in de zeilen duwt, waardoor de zeilen een beetje gedraaid staan. En dat kan je ook aan de vlaggen daarboven zien, die komen vanaf dezelfde kant. Maar, jongens, ik heb hier gekleurde wol bij me, want in dit boekje hier stond dat de DBE bereid is om mijn schip terug te geven aan me. Maar dan willen ze wel dat de outpost groter mag worden. Ook willen ze een vergunning voor het uitbreiden van het gebouw. En ze willen meer controle in het gebied. Als ik daarmee akkoord ga, moest ik een groene vlag, oh nee, een blauwe vlag bovenop het nieuwe schip doen. En als ik verder wil onderhandelen met ze, wil ik een oranje vlag. Nou, weet je, ik heb hier twee oranje blokken bij me, daarmee kunnen wij even een nieuwe vlag op het schip gaan doen. Moeten we eerst even helemaal omhoog klimmen. En jongens, dit zeil is hoger dan het andere schip. Het is breder, hoger, het is een groter schip. Dus het duurt echt eventjes voordat we boven zijn. We zijn aan het klimmen voor ons leven. En dan kunnen we ook... Oeh, het uitzicht vanaf hier ben ik ook wel. Ik heb dit gebouwd, maar ik heb, terwijl ik dit aan het bouwen was, niet echt om me heen gekeken of zo. Ik was gewoon meer met het bouwen bezig. Maar het uitzicht vanaf hier, jongens, is geweldig. Het is weer ineens een heel ander uitzicht. We zijn gewend aan dat kraaiennest, maar zoals je kan zien is deze hoger. We kunnen nu heel mooi de schiereilanden vanaf hier zien. We kunnen de winkelvallei daar mooi zien, die hele grote boom en zelfs de wolwinkel. We kunnen de kraken kunnen we zien en we kunnen zelfs een beetje het landschap van meneer KB bekijken. De cowboygebied, of het cowboygebied, sorry. En of natuurlijk kapitein Bruinbaard die nog steeds niet is gerepareerd. Wat doe jij hier? Jongens, de DBE is hier. Oh, wacht, dan kunnen ze mooi zien dat ik mijn vlag ga bouwen. Wacht, kijk. Dan kunnen ze mooi zien dat ik mijn vlag een kleurtje ga geven. Let op, hè. Kijk, mevrouw de DBE. Let op wat we gaan doen. We gaan hier plaatsen een oranje cel. Ja, kijk maar goed. Hij wordt oranje. Dan weet ze gelijk wat de status is van welke deal ik wil gaan doen. Een oranje cel. Hij is bijna klaar. Laten we de laatste dingetjes hier even doen. Zo, dan komt hier hout. Zo, en dan hier weer wol. Dan daar ook weer wol. En dan hier tot slot een houten plankje. Dan hebben wij gecreëerd een oranje cel, jongens. Het oranje cel betekent wij willen verder onderhandelen met de DBE. Oeh, ik ben één blokje vergeten. Deze, die was ik vergeten. Ja, zie je het? Hij is oranje. Dat betekent één ding, hè, mevrouw Char. Tijd om te onderhandelen. Het oranje zeil, jongens. Char is er snel vandoor gegaan. Dat betekent dat we binnenkort gaan onderhandelen over wat we gaan doen met de smalle knallen daar, het andere piratenschip. Voor nu heb ik natuurlijk dit schip. Kunnen we deze sprong naar beneden maken? Hoe ver is dat? Dat is echt heel ver. Oh, mijn god. Ik ben benieuwd. Ziet het oranje zeil er ook gewoon een beetje leuk uit? Uiteindelijk wil ik dat rode zeil erop doen, omdat dat met de rest van het schip matcht natuurlijk. Maar, hé, daar heb je Char weer daarboven. Ah, kijk, het is niet leuk, moet ik zeggen. Ik heb veel mooier liever die rode zeilen. Wat is het? Rode vlaggen, sorry. Ik noem het een cel, maar het is echt een vlag gewoon. Het is helemaal geen cel. Nee, we gaan absoluut, zodra dit op is gelost, jongens, gaan we de rode vlag of gaan we terugbrengen in plaats van de oranje. Maar voor nu is die oranje duidelijk en weten we waar het voor staat. Het is tijd om te onderhandelen. Want mijn schip hier, jongens, ik wil eigenlijk stiekem wel even kijken wat er aan de hand is op mijn schip. Dus laten we even kijken of we via de kapiteinshirt naar binnen kunnen misschien. Kunnen we daardoor naar binnen sneaken? Ik heb natuurlijk mijn trident, waardoor ik er gewoon op kom. Kijk, we kunnen hier zo. Kijk, daar zijn we achter op het schip. Ik weet dat de DBE overal waar ik ben houden ze me in de gaten. Maar ik weet niet of ze dit in de gaten houden. Kijk, we kunnen hier... Ja!
Ik ken mijn schip natuurlijk hartstikke goed. Ik weet hoe ik in de kapiteinshut kan komen. Ik denk niet dat er hier camera's zijn. Nee, dit ziet er goed uit. Oké, de kapiteinshut kunnen we gewoon komen. En zoals je kan zien, er zijn dingen gaande hier op dit schip, jongens. Hoe is het met mijn crew? Hier beneden. Hier beneden hebben we natuurlijk mijn piratengroep. Mijn crew, weet ik hoe je het wil noemen. Jongens! Jullie zijn waarschijnlijk gevangen genomen. Het komt goed. Het komt goed, Penelope. Ik weet niet waarom ik dat zo verkeerd zei. Het komt goed, Penelope. Het komt goed, Ron. Maak je geen zorgen. Jij ook, naamloze villager. En waar is Harry? Waar is Harry? Harry! Oh, je bent erachter volgens mij. Ben jij dat, Harry? Oh, Hermeline natuurlijk. Oh ja, Harry is volgens mij dood. Ik weet niet waar Harry is. Hermeline, het komt goed. Ik ga jullie redden. Ik kan jullie, wie weet, misschien meenemen naar het andere schip. Dan kan ik jullie daar weer opzetten. Het moet helemaal goed komen met jullie. Kijk, mijn spulletjes hier beneden, jongens. Die zitten hier ook nog allemaal netjes. Dat is goed. Dit gaat goed komen, jongens. Ik beloof het jullie. Ik ga jullie redden. Ik weet dat ze hier boven aan het vechten zijn voor hun leven op het schip. Oké, laten we dit snel weer dichtbouwen. Zo, hoppakee. En dan gaan we hier weer weg. Even kijken, dan springen we gewoon in het water. Wat is die lama trouwens? Wat raar dat daar een lama zit. Het enige nu, jongens, is dat er nog niet echt een fijne route op het schip is. Je kan, dat is misschien een hele stomme route, maar je kan als je hierboven bent, via de vijver die ik hier ooit heb gemaakt, zou je op deze boom kunnen klimmen. Stel, je hebt geen trident bij of zo, dan kan je in het water vallen. Top. Dan zou je via de boom, als je niet in het water valt, gewoon hier op het schip terecht kunnen komen. Maar wat ik eigenlijk wil, wat mij fijner lijkt, is een soort van houten plank die vanaf hier daarheen loopt. Kijk, je kan nu namelijk net niet lekker gewoon het schip op. En er is hier natuurlijk een pier, dus wat is dit? Waarom is dit dicht hier? Je zou zeggen dat je vanaf hier gewoon daar naartoe kan lopen. Alleen ik weet niet hoe. Misschien dat ik hier ook gewoon weer een soort pier langer kan maken. En dan met de ladder erop kan klimmen of zo. Iets in die richting. Moet nog heel even kijken. Dus laat maar in de reacties weten, jongens. Wat is een goed idee hoe je die boot op moet komen? Want om nou elke keer mijn trainer te gebruiken, stel ik hem een keertje niet bij me, dan houdt het ook gelijk op, weet je? Oh, maar ik ben zo blij mee, jongens. Ik ben zo blij met het resultaat van dit schip. En we moeten nog een naam bedenken. Ik zei dat ik een naam ging bedenken, maar dat ben ik helemaal vergeten. Goed, jongens. Het volgende dat ik wil gaan doen met het schip... Max! Het is Max! Rick? Hallo? Max? Waar ben je? Rick? Hier, op het strand. Oh, hey! Hey, Rick! Kom gezellig naar het schip. Hij is af. Ik heb hem afgebouwd. En hoe denk je dat ik daar ga komen? Ja, zwemmen? Oh, zwemmen. Wacht. Sorry. Jij zegt dat ik moet gaan zwemmen? Nee, wacht. Jij bent natuurlijk bang voor water. Dat was ik even vergeten. Wat voor slechte piraat ben je? Weet je, als je even hier omhoog gaat lopen en dan nog hoger en dan langs de grote waterval daar, dan kan je via de boom kan je het schip opkomen. Kan je niet gewoon even een brug bouwen nu of zo? Want ik kom wel naar jou toe. Ik ben niet zo bang voor water. Oké. Ik wil zeggen... Hey, ouwe gekke kurk. Hoe is het? Hoe is het met je kurk? Ja, goed. Hij is lekker droog. Dus dat hij is fijn. Droog? Heb je hem nog in de wijn gestopt? Nee, jij kan niet met een fles wijn. Jij zegt, ik kom een fles wijn brengen. Nou, nee hoor. Oh, sorry, als ik helemaal vergeten. Hey, maar wat vind je van het nieuwe schip? Ja, vet. Ja, ik heb er alleen nog geen naam voor bedacht. Schip Force. Nee, er komt een andere naam. Kom, wat is er aan de hand? Laten we even van het water weggaan. Straks val je nog in het water. Dan word je kurk nat. Dat willen we ook niet natuurlijk. Nummer 1, mijn eten is op. Dus ik zit hier al een tijdje op een bordje te kauwen. Oh, wacht, ik heb hier. Neem de helft maar van mijn eten. Ja, dankjewel. Geen probleem. Oké, dat vind ik leuk van je. Ik neem gelijk even een stukje. Hoe bevalt je kasteeltje? Hij is natuurlijk nog niet af. Ik heb wel al de blauwdrukken voor het verder bouwen van je nieuwe gedeelte. Die zijn al helemaal klaar. De blauwdruk heb ik al helemaal getekend in het boothuis daar verderop. Ja, dus ik kan precies. Hem zo gaan verder bouwen. Maar dat is mijn volgende opdracht. Ik kan eerst het schip afbouwen. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk in mijn oude huis, mijn prachtige Riante villa, die bijna af is. Dat weet ik nog inderdaad. Ja, die bijna af is met het bouwteam. Maar die zit helaas nog op de bouwvakvakantie. Die komen als goed binnenkort terug. Ja. Dus ik wil eigenlijk hier naartoe verhuizen. Maar waar moet ik zo kwijt? Ik wil hier wel even... Wacht even. Je wil natuurlijk in het kasteel officieel wonen. Ja, dit is van mij toch? Dat vind ik leuk. Ja, ik wil hier graag wonen, Max. Dat vind ik echt hartstikke schat. Ben je alleen niet bang voor het water? Want ik bedoel, je bent natuurlijk een piraat. Dat ben je sowieso, officieel zeker, piraat. Zeker. Maar ben je dan niet bang dat, zeg maar, dat je nat wordt of zo? Dat je kurk nat wordt? Nee, want kijk hoe ver ik hier van het water af ben. Ja, oké. Jij woont wel het vers van het water. Hey, je hebt wel een nieuw mooi uitzicht hierboven nu, hè? Ja, op die oude boot. Maar op die nieuwe ook? Ja, dat bedoel ik. Oude boot? Hoezo oude boot? Hartstikke nieuwe, gloednieuwe boot dat. Ja, die roeiboot. Die roeiboot? Man, dat is echt de grootste, machtigste boot van heel het continent. Is dat niet die? Nee, dat was die.
Alleen, ja. Ja, die is nog niet bemand. Dus die kan alleen nog niet zoveel. Die moet nog wel bemand worden, deze ja. nieuwe. Maar goed, jij wil je spulletjes hierheen brengen of ja, zo? Ja, maar ja, kijk, ik heb heel veel waardevolle dingen natuurlijk. Want ik heb een ja. grote schatzoektochten gedaan. Mm-hmm. Maar ja, die ga ik hier niet even zo in een dingetje leggen. Dus nee, ik, dat totdat mijn hypermoderne kluis er is. Ja, je kluis. Ik heb al, dat zeg ik, heb de blauwdruk al klaar liggen. Ik ja. wil jouw kluis hier gaan maken. Deze prachtige ingang hier. Dit wordt jouw kluis. Deze okay. doorgang. Oké. Okay. Oh, ik zie trouwens al dat je je kist hebt klaargezet. Ja, ik heb hier dus even voor nu kisten klaargezet. Dus ik denk, wij gaan nu samen gaan we even mijn spullen hier naartoe halen. Ja. En dan flikkeren we dat even hierin. Oké. Okay. En dan kun jij dat lekker opruimen als jij alles af hebt. Ja. Ik opruimen? Nee, ik ga het allemaal voor jou bouwen en dan mag ja, je het zelf opruimen. En dan mag je het zelf erin leggen. Nee. Ik vind ja, dat, hoort bij de dat hoort bij de taak. Nee. Jawel. Ik bouw het voor jou. Ik vind het prima om het met jou op te halen bij jouw oude lelijke villa. En vervolgens bij mijn prachtige variant opgesteld villa. Prima. En dan vanaf hier mag je het zelf oplossen, oké? Okay? Maar ik ga wel met je mee. Oké, okay, nou prima dan. Nou, laten we gelijk die kant op gaan. Goed, Rick, we zijn aangekomen bij... ik dacht dat je villa inmiddels wel af zou zijn. Bij je riante villa. Riante opgestelde villa, inderdaad. Opgestelde villa. Ja, maar waarom is je nog steeds niet af? Maanden verder. Het bouwteam is dus nog op bouwvak. Ik heb dus gehoord... Wat voor bouwvak hebben zij? Ja, best wel een tijdje. Oh mijn god. Ik heb dus gehoord dat ze binnenkort... paard. Oh mijn god, Rick. Wat? Nee, maar sorry, ik heb dus gehoord dat ze binnenkort langskomen om het af te maken. Oh, dus dat zou binnen nu en 2 jaar moeten zijn. Twee jaar? Dat gaat niet gebeuren. Maar Rick, wat doet mijn piratenhoed hier? Weet je hoe lang die al kwijt ben? Die ben ik echt al letterlijk 1,5 maand tot 2 maanden kwijt. Dit oude ding, dat ligt hier echt al een tijdje. Oh mijn god, dit is mijn hoed. Dit is mijn... Mijn hoed! Het is weer zover! Ik heb een piraat... Waarom zei je niks dat hij hier lag al die tijd? Je ziet dat het een piratenhoed is. Die oude stoffige hoed. Ik denk dat ga ik mijn huis niet meenemen. Dat is kapitein Bruinbaard zijn hoed. Het is een legendarische hoed in de piratenwereld. En jij doet er niks. Wacht, wil je hem eens opdoen? Nee, je bent niet waardig. Ik wil hem wel even opdoen. Oké, je mag hem heel even opdoen. Heel even. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Jij met die piratenhoed. Doe maar op. Ja, die hoeft niet verlegen te zijn. Doe maar op. Ik moet zeggen, hij staat je wel. Hij staat je wel. Oké, dus het is... Nee, maar geef me terug. Want jij vond een oude stoffige hoed. Oké. Kijk, zo, dat is beter. Goed, Rick, laten we beginnen met verhuizen. Want ik weet niet wat je allemaal wil. Je hebt hier nog een cementwagen voor staan en een auto. Die gaan niet mee. Die gaan niet mee naar Piratenland, die cementwagen en je auto. Die cementwagen is ook niet van mij, maar die auto gaat mee. Nee, die auto blijft hier. Hoezo gaat die auto mee? Dat past toch niet in Piratenland, een auto? Ja, oké. Wat heb je allemaal voor belangrijks hier? Ik heb de agent 005, die laat ik ook die hier. Ja, die laat ik hier. Die gaat absoluut niet mee. mijn piano, die moet ook nog mee. Je piano mag wel mee. Zullen we die gelijk afbouwen? Ja, is goed. Ik heb tools bij me. Ik begin wel door de piano. Als jij het bankje doet, dan bouwen we die gewoon of slopen we die af. Hoppakee. Ja, oké. Zo, kijk, hoppakee. Oh, spulletjes goed bewaren hiervoor. Wat is dit? Meneer KB en meneer Walnut. Ja, hier had jij... Dragon Egg heb jij nog steeds. Nee, jawel. Jij hebt ook maanden geleden mijn Dragon Egg gestolen. Waar is die? Ik weet daar niks vanaf. Jawel, waar is die? Ik heb die nog een keer gezocht en die niet onder de piano, hij lag ook niet in je garage. Waar is die? Ik weet dat je hem hebt. Ja, in je garage ligt die ook niet. Althans, heb ik toen gezocht. Waar ligt die? Maar heb je wel goed gezocht? Ik heb, denk ik, goed gezocht. Zoek nog maar een keer. Nou, wat is dit nou? Hij is hier wel. Hij is hier ergens. In je garage? Ja. Hij is in jouw garage. En je hoeft niks weg te halen deze keer? Ja, ik hoef niet de carpet zoals dit te slopen en de carpet te kijken. Hij is ergens, de Dragon Egg. Ja, hij is ergens. Pistool van KB. Oh, dat is ook cool. Ja, die gaat ook mee. Ik ga die alvast even wat spullen pakken. Die kan je pakken hier, pistool van KB. Ja. Ik ga alvast even wat spullen pakken die ik graag mee wil hebben. Ik in de tussentijd Dragon Egg zoeken. Zit hij in een kist of staat hij ergens? Hij staat ergens. Niet in een kist. Nee. Dan staat hij niet ergens. Nee, dat klopt. Oh mijn god, je laat me ook gewoon echt zoeken in plaats van dat je gewoon zegt waar die is. Hij moet er gewoon een beetje fun van maken. Ja, maar wat vreselijk. Ik vind het best leuk. Huh? Waar zit hij verstopt? Je zou hem kunnen zien met blote ogen zonder wat te slopen. Ja. Ja, je zou het er heel warm van kunnen krijgen. Ben ik warm nu? Nee. Nee? Ik nu warm? Je moet even mijn hinten even goed snappen. Je zou het... Oh, dat is de kampvuurtje. Maar je zegt dat het hier in de garage is. Waar krijg je toch nog meer warm van? Van jou? Dat komt, ik heb hem op zak, alsjeblieft. Nee. Naast de kampvuur, je krijgt warm van een lampje. Wat wordt er warm? Een furnace! Oh, hij is bovenop de furnace! Ik zie hem! Ja!
dat is hij al die tijd al? Ja. Oh mijn god, ik had nooit gedacht aan een item frame. Dat hij daar kon zijn. Hé, de Dragon Egg, hij is er weer. Jeetje, en mijn hoed, wat een avontuur. En heb je alles? Moet ik nog iets meenemen? Ja, ik ben nu even al mijn schatten aan het verzamelen. Kaneelcookie? Ja, die moet... mag die mee? Ja, we kunnen op Kaneelcookie samen terugreizen. Ja, oké. Okay. En dan gaat Kaneelcookie dan doen we dat mee. Even kijken, ik moet mijn piratenverhalen moet ik even meenemen. Wil je hier het pistool van KB nog mee? Ja, die moet ook mee. Oké, okay, die pak ik dan wel. Neem die laptop ook maar mee als je wil. Die laptop, oké, okay, ja, prima. Ja, die mag ook mee. Even kijken, al mijn rijkdommen. Het zijn een gigantisch. Er zitten hier voor de rest allemaal nutteloze dingen in de kisten. Alles is dat voor mij waardevol. Maar niet alles gaat mee. Ik kan het zeggen. Even een rondje lopen. Ik zie hier een paard. Ja, wat is dat voor ding? Want die ken ik niet. De paard, hij heet Dirk Hans Petra Jan de Eerste. Wat? Wat? Ja, Dirk Hans Petra Jan de Eerste. Laat staan. Nee, die mag wel mee. Dirk mag wel mee. Neem jij de kameel mee? Nee, laat die kameel maar lekker staan. Dan nemen we dat paard mee. Want jij, paarden passen meer bij jou. Ja, maar ik heb al paarden. Ik heb nog geen kameel. Okay, ik wil eigenlijk al een kameel bij ons hebben. Ja, dan nemen we het kameel mee. Ook goed. Pakken we die mee. Oké. Kijk, al mijn rijkdom erin. Deze hond, die laten we ook staan. De auto, die mag jou een keer zelf meenemen. Maar die ga ik niet meenemen, die auto. Ja, de hond mag voor mij ook wel mee. Oké. Okay. Heb ik nog een beetje leuke hoofdjes die ik kan... Ik ga de kameel vast klaarzetten, Kaneelcookie. Ja, die moet wel echt absoluut wel mee. Oké. Okay. Gaat die nou net liggen? Kom op, opstaan, dikke. Hey, kan je de deur voor me open doen? Of... Ik denk niet dat ik voor de deur pas. Zeker. Doe maar de grote deur open. Die klas ik even open voor je. Top, dankjewel. Zo, dan ga ik erin. Ja. Hoppakee. Zo, Kaneelcookie en ik wachten buiten op je. Ja, is goed. Oh, hij wil terug naar binnen, zo te zien. Ja, hij wil niet. Nee, ik begrijp het. Wat zou ik willen als jij bovenop me zat? Mag ik één kogel schieten op, Kaneelcookie? Nee. Eén kogel. Nee. Eén kogel. Nee. Misschien overleeft hij dan. Dan heeft hij ook een oorlogsverhaal. Nee. Eentje. Nee, dat is niet de bedoeling, Max. Eén kogeltje maar. Max, nee. Oh, nee. Oké, okay, prima. Mag ik me op jou schieten? Dat heb ik dan liever. Oh. Au. Schrok je? Ja, ik had niet verwacht dat je het zou doen. Oké, gaan we? Ja, wacht even nog de deuren. Je deur even dicht doen. Wil jij rijden of rij ik? Rij jij maar. Als hij doodgaat, is het jouw schuld. Ja, nee, maar ik ben een ervaren bestuurder. Ja, daarom, dat geloof ik. Even kijken, zo. Nou, alsof er niks is gebeurd. Ik heb de rest van je deur hier. Okay. Dat gaat helemaal fout, wacht even. Zo. Ja. Wat is met je deur gebeurd? Hier, je deur is weg. Je hebt geen deur meer. Oké, nou, helemaal top. Het is nu één grote chocoladereep. Oké, let's go. Ik stap op. Ja, gas. Rij jij terug? Ik rijd terug. Nou, ga via de nether. Weet je het zeker dat Kaneelcookie door de nether kan? Vast wel. Oh, god. Ik heb pistool bij me. Dit gaat niet goed komen. Je moet eraf. Oh. Ja, oké. Okay. Gaat hij denk ik niet dood? Nee, joh, vast niet. Waar is hij? Ja. Waar is hij? Oh, maar dat gaat toch vast? Dat is de verkeerde kant op, toch? Nee, joh. Maar dit is de goede kant. Snel rijden. Weet je, ik heb een lead. Kom maar, kijk. We nemen hem zoals dit mee. Ja, oké, top. En dan zo meteen kunnen we weer op hem rijden. Hier, dit gaat goed, toch? Dit. Ja. Nee, ik kan Kaneelcookie meenemen. Jij moet overnemen. Ja, ik pak hem even over. Kom maar, maatje. Dus loop ik dit hier even, anders komt hij er niet doorheen. Nee, je moet doorlopen. Je moet niet blijven... Kom. Het is ook wel een unit, is het, hè? Oké, we kunnen weer. Ja, oké. Ik heb... Oh, we kunnen weer zitten erop, natuurlijk. Nou, terug naar huis. Oh, okay, ga maar op. Je moet alvast even van hem af. Ja, ik ga er vast vanaf. Oké. Ja, eraf. Ja, hij zit erin. Ik hoop dat hij niet doodgaat. We moeten hem zeg maar over het water sturen nu. Dit wordt nog wel zo'n klusje. Hoe gaan we hem naar de overkant brengen? Oh, Rick, je moet eraf. Je moet eraf, je kijkt. Nee. Huh? Ik krijg hem niet uit! Nee, wacht. Oh, nee. Pas op. Nee. Rick! Nee. Rick! Oh. Hij is terug. Oh. Nee, hij zit erachter. Hoe krijg je... Kaneelcookie, hoe krijg je dat voor elkaar? Hij zit aan de andere kant. Wacht even. Hij zit hier, in het water. Oh. Oh mijn god, oké. Had dat dan meteen gezegd, Kaneel? Kaneel kan zwemmen, toch? Kaneelcookie. Nee, hij kan niet zwemmen. Nee, zo ziet het er niet uit. Ik kan ook niet zwemmen, dus... Oh, pas op voor het water inderdaad. Ja, kun je dat terugplaatsen? Er is hier wel trouwens met iemand met de trident heel boos aan het doen. Oh, nee, wacht! Pas op, ook een nieuw koekje! Oh mijn god, het ging bijna fout, Rick. Ja, ik doe mijn best. Lukt het? Ja, soort van. Okay. We moeten even een omweg creëren. Hey. Waarom wil jij ook die poepkameel mee? Jij wou hem mee. Nee, jij wou hem mee. Nee, ik zei, doe deze maar. Ah, oh, hij komt hier ook niet op. Irritant. Ja. Oh, zo, ja. Ja, dit kan. Oké, en nu?
Ik denk dat je een brug moet bouwen. Nee. Ik denk oprecht, ja, of we duwen hem wel gewoon. We hoeven alleen dit even open te maken, zo. Moeten we oppassen dat het niet gespot wordt door de DBE. Gooi hem er doorheen. Heb je die lead nog? Ja, die heb ik. Wacht. Die heb ik hier voor je. Ik ga even een bootje pakken. Ja, pak jij maar een bootje. Ben ik je aan het helpen met verhuizen, zit ik met een stomme kameel opgescheept op het water. Stomme kameel? Ja, stomme kameel. En ik hoop dat hij doodgaat door deze strident. Ik hoop dat deze strident hem pakt. Nee. Nee. Oh, ik ga ook naar de dood, Rick. Wacht. Oh, mijn god. Nee, dan ben ik weer hier. Nee. Nee. Oké, Rick, na doodgaan en weet ik wat allemaal is eindelijk dat stomme beest hier op het land terechtgekomen. Ja. Jeetje, waar wil je hem hebben? Ik heb wel een paar kooien voor hem. Kooien? Of wil je hem gewoon naar je kasteel hebben, naar je fort? Ja, dat hoeft ook niet per se. Hij houdt van zand. Ja, daarom. Ik heb een mooie plekje. Kijk, als je even op hem gaat zitten. Als jij er ook bij gaat zitten, kijk. Kijk, hier heb ik ooit een kameel gehad, maar die is dood gegaan. Dus laten we maar niet daar doen. Nee, dat vind ik een beetje... Dan hier heb ik een klein hokje voor hem, maar... We kunnen wel gewoon even bij de paarden doen, weet je? Dan is hij op zijn minst gewoon nog bij onder andere dieren, weet je? Ja. En het is ook lekker dicht bij jou, want jij woont natuurlijk naast de stallen. Nee, zeker. Kijk hier, hoppakee, de stallen. Dan doen we hem gewoon even in de gastenstal hier. Nou, gaan we zo. Oh, hoppakee, nou, dit is toch mooi, hè? Ja, dit is top. Ja, dit is super. We zetten hem even goed druk om even vastzetten, zodat hij niet kan ontsnappen. Zo. Nou, hier. Kan je altijd naar kaneelkoekje toe wanneer je wilt. Ja, hier ben ik blij mee. Hier, dat snap ik. Laten we doorgaan, want ik heb je piano, ik heb je weet ik wat allemaal. Ja. Zo, ik geef een spul aan. Hier heb je je piano in stukjes gesneden. Ja, helemaal top. Dan heb je hier je laptop heb ik voor je. En de drakenei, die kunnen we ook wel hier ergens. Weet je wat, kijk. Vind ik een mooi plekje hier zo, hoppakee. Hebben we even goed de drakenei nog bij jou. Maar dan is hij wel in ieder geval terug op de locatie waar hij hoort. Ja, dan kunnen we ermee poelen. Dan kunnen we ermee poelen. Het is de eetbal van de poel. Ja, we gaan ermee poelen. Dat vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. Let's go. Oké, en de pistool van KB, die mag je ook hebben. Yes, top. Die is ook voor jou. Nou, Rick, succes. Ik zal binnenkort je dinges afmaken. Ja. Was dit alles waar je hulp mee nodig had? Ja, op zich wel. Nou, helemaal top. Nu moet ik alleen nog wachten. Doei. Goed, jongens. Rick die kwam nog heel onverwachts naar me toe als Piraat Kirk natuurlijk weer. En we hebben hem even geholpen daar met zijn verhuizing. Geen probleem, hè? Maar ik ben nog steeds heel blij met het resultaat van mijn piraatschip. In de volgende aflevering wil ik waarschijnlijk of specifiek alleen met de DBE dingen gaan doen. Of we kunnen even kijken... Of we verder kunnen gaan met het kasteel van Rick. Want die moet nog afgebouwd worden. Hij wil nog een zwembad, een begraafplaats. Hij wil nog een kluis. En misschien is... Hij heeft nooit de slaapkamer benoemd. Dus we kunnen de slaapkamer wel gewoon overslaan. Mijn piratenhoed is weer terug. Dus daar ben ik ook heel blij mee. In ieder geval voor nu jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vonden jullie het nou zo'n leuke video? Vergeet dan zeker even niet te liken. En vergeet ook niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content veendeel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. We zijn weer helemaal up-to-date over alles. En dan nu spreken we later. Glaasje water telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.